Elia is de transmissiebeheerder van elektriciteit op het hoogspanningsniveau in België. Prioriteiten voor ons zijn voornamelijk geen contact met elektriciteit. En een van onze hoogste risico's is ook werken op hoogte. En dan ook werken natuurlijk in een publieke omgeving, waar we toch heel wat maatregelen moeten nemen. Wij werken ongeveer met een tussen de 800 en de 1200 medecontractanten elke dag op onze werven. Dergelijke werven is het de coördinatie van de aannemers die een groot risico is. Maar we hebben een heel speciaal concept ontwikkeld waar we spreken van pilootwerven, waardoor we een nieuwe contractor eigenlijk een pilootwerf gunnen, zodanig dat hij of zij zich kan bewijzen in realiteit hoe dat hij of zij omgaat met de verschillende veiligheidsmaatregelen. En dan kunnen we op het einde van de werf een eerlijke beoordeling geven aan de contractor die voor ons werkt. We hebben alles gehad. We hebben Go for Zero gehad, Safety for Contractors gehad. Heel grote programma's met heel duidelijke richtlijnen en procedures. Nu op een gegeven moment dan kom je op het punt waar dat het meer gaat over het hoe dat je iets bereikt. En dan spreek je eigenlijk over menselijk gedrag. Menselijk gedrag gaan we mee ondersteunen door heel veel in dialoog te gaan met de mensen. En door duidelijk te maken dat zij eigenlijk de schakel zijn in het heel preventiegebeuren. Maar het is dat laatste stukje waar we de mensen in gaan steunen om open dialoog te hebben, om fouten bespreekbaar te maken, om over te gaan naar die just culture. De campagne Safety My Priority, ik kan alleen maar zeggen, ze komt juist op tijd. Het is een fantastische campagne. We hebben het charter ook ondertekend, omdat we ook op dagbasis toch met een 500 medewerkers van civiele contractoren mee samenwerken. En we zien ook dat als we die dingen kunnen combineren, het Go for Zero verhaal, Safety for Contractors, dan samen met de campagne van de Confederatie, dat wij dan samen inderdaad naar dat doel kunnen gaan, waar dat we een open cultuur gaan hebben, dat mensen elkaar aanspreken, dat mensen elkaar peer-to-peer gaan aansturen, dat het feedback geven en het feedback ontvangen, dat dat aan beide kanten naar boven gaat. En dat kunnen we alleen maar ondersteunen. We zijn daar eigenlijk zeer blij mee dat het die richting uitgaat. De meerwaarde gaat erin zitten in het volhouden van de campagne en het regelmatig vernieuwen en het regelmatig uitbrengen, maar ook tot op de werven. Die samenwerking op dagbasis met de veiligheidsplannen, met de risicoanalyses, die dan samenvloeien naar de werkleider. De werkleider die samenwerkt met de werkleider van Elia en die samen de risico's bekijken op de werf en daar samen iets aan doen. En dat heeft heel veel met gedrag te maken, met elkaar begrip te hebben voor elkaars situatie, samen naar oplossingen te zoeken, maar ook elkaar durven challengen op een open en eerlijke manier. Maar zonder daarvoor direct te moeten gaan naar een blame culture, waar we totaal van af willen. Maar dat is eigenlijk de doelstelling, om effectief geen verschil meer te hebben tussen onze werknemers en de werknemers van de contractoren. Dus de komende jaren gaan we heel erg inzetten op het veranderen van de interne mentaliteit, in samenwerking dan ook met onze externe partners. Maar die groei die moet ook organisch komen. Je kan die groei ook niet forceren. Waarom? Omdat je net met het gedrag van mensen bezig bent. Dus als je zegt, wat zijn jouw ambities in de toekomst? Dat is dit volhouden gewoonweg. Maar het is geen jaarprogramma, het is een meerjarenprogramma. En dat is onze ambitie.